In deze video ga ik je vertellen hoe de bruiloft van een van de meest gezochte criminelen ter wereld in een van de duurste hotels ter wereld onbedoeld een super drugskartel ontmaskert. Een van de leden zou zijn Ridouan Taghi. Ridouan Taghi. Crimineel Ridouan Taghi. Ridouan Taghi. Hij bepaalde wie er gedood zou worden. Wat hier gebeurt, leidt tot... De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi, is gearresteerd in een huis in Dubai. En uiteindelijk tot deze week. Ridouan Taghi krijgt levenslang. Speelt zich allemaal af tussen de Louis, Gucci en Dior winkels. Dikke Lambo's en Ferraris. In Dubai. Witwasparadijs van de onderwereld. Dubai shit. Dubai whips. Zaterdag 15 juli 2017. Het is dé grote dag voor de Ierse Daniel Kinahan en zijn aanstaande vrouw Caoimhe. Ze gaan vandaag trouwen en dat doen ze hier. In een van de meest prestigieuze en duurste hotels van de wereld. Het 321 meter hoge Burj Al Arab in Dubai. Een plek waar je, voor de goedkoopste kamer, zo'n 2k per nacht moet neerleggen. Wie Daniel Kinahan is? Daniel Kinahan staat samen met zijn vader Christy en broertje Christopher Jr. aan het hoofd van een van de grootste criminele organisaties van Europa. Het Ierse Kinahan-kartel. Ze verdienen honderden miljoenen euro's met drugshandel, wapensmokkel en witwaspraktijken. En ze zijn onderdeel van het zogeheten superkartel, dat maar één doel heeft. All working together for one purpose only, and to flood Europe with drugs and guns. Ja, dat superkartel, daar hebben we dan met z'n allen nog geen idee van. Maar Danny's bruiloft verandert alles. Is spectaculair. Niet alleen door het budget en de locatie, maar vooral ook door de gastenlijst. Daar staan op Rico de Chileen, Raffaele Imperiale, Edin G, Noffel F en ene Ridouan Taghi. De hele crème de la crème van de internationale misdaad is daar aanwezig. Net als de DEA. De Amerikaanse drugspolitie. Die zijn daar stiekem. The authorities had intelligence. Who were the guests at the wedding? It shows the extensive networks that they had. Rico de Chileen is een prominent figuur in de Amsterdamse onderwereld en werkte veel samen met Taghi. Raffaele Imperiale is een Italiaanse drugsbaas die banden heeft met de Camorra, de Napolitaanse maffia. En hij had vroeger een coffeeshop in Amsterdam. Edin G is Bosnisch-Nederlands, grote speler in de kookhandel. En Noffel is een Marokkaans-Nederlandse moordmakelaar die inmiddels een levenslange straf uitzit. Dat zeg ik, superkartel. Volgens de Amerikanen verantwoordelijk voor een derde van de kookhandel van Zuid-Amerika naar Europa. Taghi en de anderen zitten niet toevallig in Dubai. Vooral de Kinahans leven daar in ongekende luxe. Snel wordt duidelijk, Dubai is een soort ultraluxe villa-wijk voor de kookmafia. Dubai shit. Dubai whips. Maar waarom? Waarom Dubai? Vroeger, in de jaren 90, hadden we in Nederland het barretje Hilton. En dat was de plek waar de Amsterdamse onderwereld bij elkaar kwam. Eigenlijk is Dubai op internationale schaal wat barretje Hilton voor de Amsterdamse Het grote barretje Hilton. Op dat moment is Dubai dé plek waar je moet zijn als je je illegale geld wil stoppen. Criminelen kunnen daar gewoon vrij leven. Die kunnen daar gewoon doen wat ze willen. Nou, die zijn daar gewoon een normaal mens in plaats van een topcrimineel. Ze hebben daar relatief, wordt er bijvoorbeeld bezit slecht geregistreerd. Dus zoiets als een goed georganiseerd kadaster, wat wij kennen, waarin je woning als je een hypotheek neemt of bedrijfspanden worden geregistreerd, dat is daar allemaal slecht ontwikkeld. Dubai is een stad in de Verenigde Arabische Emiraten en de hoofdstad van het gelijknamige emiraat Dubai. Er wonen meer dan 3 miljoen mensen en olie heeft ze steenrijk gemaakt. Vanaf de jaren 90 gaan ze op zoek naar een nieuw businessmodel voor als de olie ooit opraakt, zeg maar. De focus gaat op het worden van het financiële centrum van het Midden-Oosten en zoveel mogelijk buitenlandse investeringen aantrekken. Er komen vrijhandelzones met voordelige belastingtarieven en buitenlanders mogen er huizen kopen. Daarnaast barst het er van de Louis, Gucci, Dior en Chanel winkels, juweliers, supercar dealers en luxe gebouwen. Dat trekt mensen met veel geld. What do you have? I got the Lamborghini STO, I got the Lamborghini Urus, I got the Ferrari 296 and I got a Ferrari SF90. Give me all four of them. You want all four? All four of them. Done, let's go. Thank you. En criminelen zijn toevallig ook mensen met veel geld.
iedereen in het wereldje weet. Dubai is dé plek waar je geld kunt witwassen. Ze stellen er weinig vragen en je kunt met cash je bandjes aftikken. Een bedrijf oprichten met valse papieren gaat daar ook vrij makkelijk. Dat is handig als je onder de radar wil blijven. De internationale anti-witwasorganisatie FATF waarschuwt zo'n 20 jaar geleden al voor gebrekkige financiële wetgeving in het emiraat. Met name de vastgoedmarkt is heel kwetsbaar voor witwaspraktijken. En in 2018 komt er een nieuw rapport. Met daarin de conclusie: het maakt de autoriteiten niet uit waar je geld vandaan komt. Zolang je maar contant betaalt en de overheid niet in verlegenheid brengt, is het prima. Daardoor is het een waar toevluchtsoord voor de georganiseerde misdaad. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal over een man, een bekende grote Nederlandse cocaïnesmokkelaar, Piet Costa. Dat was de man achter de Martencontainer in Brabant van een paar jaar geleden. Dat conflict waar die container voor gebouwd werd, dat ging om 130 miljoen. En waar was dat geld? In Dubai. Dus ja. Daar zie je zeg maar wat voor rol het land heeft in die wereld. Wat ook handig is. Wapenbezit in Dubai is heel ernstig aan banden gelegd. En dat heeft allemaal te maken met de veiligheid van de emir zelf. Maar dat betekent dus ook dat als jij als crimineel bang bent voor je leven, maar je bent in Dubai, dan is de kans dat je daar zeg maar doodgeschoten wordt, die is een stuk kleiner dan in Nederland. En ook, er is in deze periode geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Met andere woorden, als je in Dubai bent, zit je safe. Maar dan. Dubai shit. Dubai whips. Wordt de goal. فتم ملاحظة أن رضوان طاغي كان هناك كان جالس هنيها كانوا يطالعون التلفزيون هو وصديقته الخليجية وكانوا يشربون مع بعض ويشعلون السيجارة 16 december 2019, 3 uur 's nachts. Taghi wordt door een zwaar bewapend arrestatieteam opgepakt in Dubai. ما كان متخيل أن أي حد يعرف مكانه. Doorbraak. De meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi, is gearresteerd. Hebbes. En een paar dagen later, dit. Crimineel Ridouan Taghi zit in een Nederlandse cel. Sinds vanochtend, veel sneller dan verwacht. Dubai verklaarde hem tot ongewenst persoon en zette hem het land uit. Taghi landt met een zwaar beveiligd privévliegtuig op Eindhoven Airport en wordt direct naar de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught gebracht. Belangrijk moment. Want weet je nog dat Dubai zei: doe wat je wil, maar breng ons niet in verlegenheid. Nou, dat gebeurt. En Dubai is op een gegeven moment helemaal klaar met het witwasparadijs-imago. Vastgoedbedrijven, juwelenhandelaren, accountants, advocaten en notarissen moeten zich ineens aan strenge witwasregels houden. Doen ze dat niet, kunnen ze hoge boetes krijgen. Naast Taghi worden andere grote criminelen aangehouden en uitgezet. En de Emiraten rollen, samen met onder meer Nederland, het superkartel van die maffiabruiloft op. Ze lijken in Dubai goed mee te willen werken. Maar de Nederlandse drugsbazen van dat superkartel komen ook weer vrij. Want volgens de Emiraten zou Nederland de uitleveringspapieren niet op tijd hebben opgestuurd. Edin G., die ook op die bruiloft was, is nog altijd spoorloos. Hij wordt gezien als top 50 cocaïnehandelaren ter wereld. Wordt op verzoek van onder andere Nederland aangehouden. Is gewoon vrijgelaten, hè, terwijl wij de uitlevering vragen. Zijn de Emiraten een betrouwbare partner? Kleine 3 jaar geleden sluit Nederland uitleveringsverdragen met de Verenigde Arabische Emiraten. En een paar dagen later wordt Faisal Taghi, zoon van, opgepakt in Dubai. Omdat hij volgens het Openbaar Ministerie inmiddels de leider is van zijn vaders organisatie. Faisal Taghi zit op dit moment nog altijd vast in Dubai. Want uitleveringsprocedure gaat stroef. Is niet de eerste keer. Ander voorbeeld. Italië sluit eenzelfde soort uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. In de zomer van 2021 wordt Raffaele Imperiale, weet je nog, hij was ook op de bruiloft en had banden met de Camorra, op verzoek van de Italianen aangehouden in Dubai. Forza naar Italia, zou je zeggen. Maar Dubai doet moeilijk en wijst het uitleveringsverzoek van Italië af. Pas nadat de Italiaanse minister van Justitie naar Dubai vliegt om daar persoonlijk een nieuw uitleveringsverzoek af te leveren, wordt Imperiale op het vliegtuig gezet. Dus dat uitleveringsverdrag. Aan de ene kant lijkt het alsof ze zeggen: nou, het is niet helemaal meer een vrijstaat. Er is daar zoveel crimineel geld. Ik heb het onderzoeksdossier van Raffaele Imperiale gezien. Je ziet wat de criminele financiële infrastructuren zijn daar. Ik weet niet hoeveel belang zij nou hebben om allerlei aanhoudingen. Aan de andere kant, we hebben ze wel nodig. Inmiddels is opsporing vanuit Nederland
is eigenlijk een soort van politiediplomatie geworden. Ja. Hè? Dus je moet heel goed kunnen onderhandelen met al die verschillende landen. Dus wat je ziet, zeg maar, is dat het vanuit Nederland heel erg moeilijk is om daar druk op te krijgen. En ik denk ook wel dat die landen zeggen, oké, we willen hem aanhouden, maar wat's in de fraud? Maar uitlevering van Tachi, aanhouding van zijn zoon, er lijkt wel iets te veranderen. Het Ierse OM onderhandelt bijvoorbeeld al een aantal maanden met dat van de Emiraten om de Kinahans te pakken. Politiemensen uit Dubai komen naar Ierland en andersom. En je hoort verhalen dat dat nog wel eens zou kunnen leiden tot de uitlevering van Daniel Kinahan. Het land staat inmiddels ook niet meer op de grijze lijst van die anti-witwasorganisatie, al is de EU niet overtuigd. De vraag die overblijft, die ook het Nederlandse OM heeft: wordt Dubai een betrouwbare partner in de strijd tegen de georganiseerde misdaad? Nederland is met de Verenigde Arabische Emiraten in gesprek over de uitlevering van Quincy Promes. Of gaat het terug naar witwasparadijs met superkartelbruiloft? Tachi is, na een proces van bijna 6 jaar, deze week veroordeeld. Ridwan Tachi krijgt levenslang. Maar een deel van het superkartel loopt nog vrij rond. Dus als je nog tippie hebt, dan kun je met het geld zelf een superbruiloft organiseren in dat enorme zeepsterrenhotel. Tachi's veroordeling is de climax van een van de grootste liquidatieprocessen ooit in ons land, Marengo. Naast Tachi moeten nog 2 andere verdachten levenslang de cel in. Nabil B., de kroongetuige, heeft uiteindelijk 10 jaar gekregen. Wil je meer weten over Marengo, dan zijn dit 2 kijktips. En wil je meer van dit soort video's? Abonneer dan even, dan hou ik het voor je in de gaten. Yo, we zitten bijna op 500k trouwens. Zij liggen, cocaïne.